Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 25 september. De juiste soort kennis nastreven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Korintiërs 2 vers 2. Ik had besloten u geen andere kennis, niets anders onder u te weten, te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Veel christenen lijden omdat ze te druk zijn met het zoeken naar menselijke kennis in plaats van het woord van God. De Heer zei in Hosea 4 vers 6, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Paulus was een intelligente man met een schat aan menselijke kennis. Hij beschouwde zichzelf beter dan anderen en streefde er zelfs naar om christenen te vermoorden. Gelukkig had God andere plannen voor hem en openbaarde zichzelf aan Paulus op een manier die voor altijd zijn leven veranderde. Toen Paulus zich besefte dat het vergaren van menselijke kennis niet opwoog tegen het belang van geestelijke kennis, besloot hij alleen dat nog na te streven. Net als Paulus is het voor ons nodig te realiseren hoe belangrijk het is om geestelijke lessen te leren, in plaats van het zoeken naar wereldse dingen en onze gedachten vullen met dingen die er niet toe doen. Moeten we onze gedachten vullen met Gods woord door het na te lezen, te studeren en te mediteren. Uit ervaring kan ik je vertellen dat het kennen van Gods woord je leven zal veranderen. Het veranderde Paulus in een van de grootste christenen die ooit heeft geleefd en het kan jou transformeren en leiden naar je verbazingwekkende bestemming in Christus. Ik moedig je aan om vandaag de geestelijke kennis te zoeken die gevonden wordt in Gods woord. Meer van Gods woord in je hart en gedachten zal je helpen om te vinden waar je werkelijk naar op zoek bent. Laten we samen bidden. Heer, ik wil mijn tijd niet verspillen aan menselijke kennis dat er niet toe doet. Help mij om net als Paulus, meer dan wat ook, de geestelijke kennis na te streven die gevonden wordt door u en uw woord te kennen. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.